Zaten, de zaten achter op de brommer zittende. Die had de wereldbeker inmiddels in zijn hand. Ze raced weg bij meneer Infantino. Ja. Volgens mij bent u een abonnee van de Volkskrant. Ja, Kunt u zich het... nog herinneren wat u dacht toen u de, de, column, of de cartoon zag? Ik vond hem heel intrigerend. Het eerste wat ik dacht is. Hier wordt Infantino voor de gek gezet. Hier wordt de, de, FIFA, baas van de FIFA voor de gek ja. gezet. Ja, want de FIFA heeft natuurlijk een heel corrupt, in mijn idee heel corrupt uh, festijn, uh, WK georganiseerd. Uh, wat uiteindelijk toch ontaarde. In een volksfeest, met name door voor de Marokkaanse bevolking, die daar een grote verrassing waren, en eigenlijk eh, het, van het feestje van de bestuurders, van de corrupte bestuurders, eigenlijk een volksfeest maakte. Dat was het eerste wat ik zag. Tegelijkertijd zag ik ook eh, twee jongens op een, eh, op een scooter met de Marokkaanse vlag. Dat deed me dan ook denken aan. Uh, het volksfeest wat verpest werd door uh, kleine groepjes jongeren... die uh, uh, geweld gingen plegen, gingen intimideren. Eigenlijk datzelfde volksfeest weer gingen verpesten. Dus dat vond ik ook in die cartoon zitten. Maar vooral confronteerde het me ook met mijn vooroordelen die ik heb... Ja. ten opzichte van uh, dus u, de FIFA en een ja, dus jonge Marokkanen. Je ziet een bepaalde gelaagdheid erin. Je zou ja. kunnen zeggen eigenlijk bij uitstek het maximale rendement... wat een cartoonist kan halen. Ik vond het een fantastische cartoon, Ja. 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 Het resultaat was uiteindelijk dat de Volkskrant-Hoofddirectie zich excuseerde voor de cartoon. Ja. De cartoon weghaalde, van de website weghaalde. En eigenlijk zei dit hadden we nooit mogen plaatsen. Ja, en dat mag als dat het eindconclusie is van een discussie. Uh, wat volgens mij het probleem is, is dat er niet over gediscussieerd kon worden. Dat weer gezegd werd van dit is politiek correct of niet correct. Of dit mag wel of niet gezegd of gedaan of afgebeeld worden. En daardoor werd de discussie weer gesloten. Uh, ik heb heel veel slechte cartoons gezien de afgelopen jaar, uh, uh, die mij niks deden. Misschien een ander wel. Ik vond dit een cartoon die mij op heel veel niveaus aan het denken zette. En daardoor een hele interessante cartoon, uh, die niet goed was of fout was, maar uh, die mij ja, allerlei ongemak in mij losmaakte. Ja. En ik denk dat dat precies ook de bedoeling is van zo'n cartoon... om uh, ongemak te laten zien en te laten zien uh, waarover discussie nodig is. Ja. En dat vond ik... Het had eigenlijk een aanleiding kunnen zijn om... om, een, om Moeten een, zijn ook eigenlijk volgens u, hè? Ja, en dan kun je op het eind kun je concluderen... of je dat een fantastische, de beste, de beste cartoon van het jaar vindt... of dat je zegt, nee, dit is een hele slechte cartoon... Ja. die hadden we nooit mogen plaatsen. Hoe kan het eigenlijk dat we nu in deze periode... wat ook een gekke tijd is in die zin... dat we te maken hebben met, met cancercultuur... Uh, safe spaces hebben we net al genoemd, schilderijen... Die van de buur gehaald worden, dingen die we wel of niet meer gezegd mogen worden. Maar tegelijkertijd leven we in een periode dat we als Nederland heel veel dingen juist onder ogen komen die we jarenlang bijna mythisch bij ons weggehouden. Ik denk aan Nederlands-Indië, de politionele acties, het slavernijverleden, veel over gezegd de laatste uh, tijd. Ook de Tweede Wereldoorlog. We hadden niet allemaal opa's en oma's die in het verzet zaten. De, de realiteit van al die mythische zaken is eigenlijk nu. Op een, ja, een hele heftige manier zijn we die onder ogen aan het komen met elkaar. Dat is toch best apart dat we dus eigenlijk wel met realiteitszin durven terug te kijken. en tegelijkertijd te maken hebben met een cancelcultuur. Ja, maar dat zorgt ook wel dat ik uiteindelijk wel positief ben over de toekomst. Want we zien nu heel veel dingen onder, onder ogen. die we in het verleden heel gewoon vonden. We vonden uh, uh, het niet nodig om over de slavernij te praten. over het koloniaal verleden, dat soort dingen. Nu wel. Dat betekent dat bepaalde waarden die we heel lang hebben gehad. aan het schuiven zijn. Dat dingen aan het veranderen zijn. Uh, ik denk wel dat er heel veel behoefte is aan de samenleving. om nu na te gaan denken, volgend jaar ook na te gaan denken. over wat bindt ons dan. Ja. He, uh, we zijn nu wel gaan nadenken over wat ons onderscheidt. Uh, wat mensen anders maakt, wat groepen verschillend maakt. Nou, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat die waarden aan het schuiven zijn. Dan kun je het er ook over hebben met elkaar. Ik denk de volgende stap is dat je gaat nadenken over wat ons bindt. Ja. Maar u bent terug op de universiteit na 25 jaar. U was de eerste van uw gezin uh, die ging studeren. Ja. Uh, dus een enorme emancipatie, power zit daarin. Ja. U ging, ja. het gezin keek waarschijnlijk over uw schouder mee. Dat gaat, gaat wat worden, onze Ronald. Nee, het was juist andersom. Uh, want uh, mijn broer die werkte al heel vroeg, die verdiende geld. Uh, en ik ging studeren. Nou, dan werkte je dus niet. Daarna ging ik promoveren. Ja. Dan vroegen mijn ouders van... Ja, Ronald, wat doe je nou? Ik zeg, ja, ik promoveer op de universiteit. Dus in hun beeld zat ik nog steeds op school. Daar mocht u zeven jaar over doen. Hè? Ik wil het toch even opgemerkt nog... even. En destijds mocht ik daar ja, zeven je jaar toch over opmerkt. doen. Ja, als je je hebt die ook filosofie... gebruikt, geloof ik, hè? Ja, want als je filosofie ging studeren, kreeg je een jaar extra... omdat het zo belangrijk werd gevonden. Nou, dat komt dat <laughs> <Ja. lacht> Kom nu nog maar eens om. Ja. Je had een goede beurs waar je van uh, kon leven. Dus je kon ook je tijd daarin investeren. En voor mijn familie, voor mijn ouders, was het best eng. Die hebben pas op een moment Moment dat ik ging promoveren, dus in die prachtige bijeenkomst met die hoogleraren in Toga, ja, ja. In de Lutherse kerk in Amsterdam. Toen hadden ze pas door dat wat ik gedaan had, uh, dat dat echt bijzonder was en dat dat iets, 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 iets goeds was. Uh, daarvoor waren ze eigenlijk alleen maar bang en vroegen ze zich af wanneer gaat onze Ronald nou eindelijk eens wat geld verdienen. <laughs> Het is goed gekomen. Um, wat ik interessant vind, is, is dus, dus u beschrijft ook eigenlijk een situatie dat veel mensen zeggen als er ergens ongemak ontstaat, zo snel mag ik met één ding bezig zijn, hoe kunnen we dat ongemak... Weghalen. Ja. Dus door of iets niet meer te doen of door iets ja. niet meer te zeggen. Ja. Wat is uw ervaring als u. Want u geeft dus duidelijk aan dat u juist die schuring nodig is om tot waardebepaling te komen. Wat is uw uh, ervaring nu? Want u bent sinds kort weer terug eigenlijk op de universiteit. U heeft laat u ook uw oratie daar gehouden. Wat is uw ervaring als u die schuring met uw eigen studenten opzoekt? Uh, over het algemeen uh, heel goed. Maar je moet het wel uitleggen. Op een universiteit kom je om te leren. Dat betekent ook dat je moet nadenken over je eigen vooroordelen. Je moet geconfronteerd worden met andere ideeën, met andere theorieën, met andere manieren van denken. Zeker als je filosofie gaat studeren, maar dat hoort bij elke opleiding, bij elke studie zo te zijn. Je hoort jezelf te ontwikkelen door na te denken over wie je bent, over je eigen vooroordelen... je te interesseren in andersdenkenden, in andere denkbeelden. Als je dat niet van tevoren uitlegt aan studenten... dat dat de bedoeling is, dan snappen ze het ook niet. Maar en... schrikt u van het feit dat die studenten dus blijkbaar... een andere opvoeding of een andere leven tot nu toe genoten hebben... waardoor ze dat verleerd zijn of misschien wel nooit aangeleerd hebben? In het begin vond ik dat uh, opmerkelijk. Maar hoe verklaart u dat? Ja, dat weet ik niet, uh, maar... Kijk, als je ziet bijvoorbeeld de sociale media, leidt er heel erg toe dat mensen uh, uh, hun eigen uh, gemak opzoeken, hun eigen gelijk opzoeken. En het juist weer, weer moeilijker is om geconfronteerd te worden met, uh, met andere denkbeelden. Uh, dus de manier. Waarop die media werken, heeft, speelt daar misschien wel een rol mee. Maar wat ook een rol speelt, denk ik, is dat in de afgelopen 25 jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik in de politiek zat, het politieke ideologische debat niet heeft plaatsgevonden. We hebben net gedaan alsof we allemaal problemen hadden die technisch waren, die technisch moesten worden opgelost. Maar ondertussen hebben we natuurlijk een heel ideologisch marktbeleid gevoerd. Wat ook geleid heeft tot heel veel bureaucratie en tot heel veel misstanden. In Groningen of de toeslagenaffaire. Dus we hebben natuurlijk ook een hele generatie jongeren uh, zien opgroeien. die, die, die nauwelijks met, met, met ideologische politieke debatten zijn geconfronteerd. Maar laten we dan teruggaan naar Jan-Peter Balken.